Kijk van hier op TV. Daar zijn we met Mark met een nieuwe aflevering van Business Tour. We hebben een uur de tijd. Uur? Ja. Zo. Maar waarschijnlijk gaan we dat nooit nodig hebben. Ik denk het ook niet. Maar dit was gewoon een massieve afslachting voor één van ons tweeën. Ja, anders hadden we wel een hele lange aflevering. Dat is toch gezellig? Een uur lang dom lullen, dat kunnen we wel. Emotie zwemmen ze ook weer terug. Inderdaad. Of course. I am green, Dabi. Ja. Yay, Shanghai! Nee. Nice. Tjoe. Parasect. Zo. Wat? Die grap? Gelijk lekker veel geld eruit te geven. Sevilla. Ja, ik heb nog steeds al mijn Nederlanders staan. Bijvoorbeeld Tokio en Osaka die staan. Antwerpen en Amsterdam bij mij. En met Tokio en Osaka. Dat is Japan. Eerder was het Moskou, toch? Mij wel. Ga je mee naar Rome of Parijs? Liever naar Rome, daar hoef ik niks op te betalen. Hey! Vernut. Ik zit even in mijn schouder van mijn flatgebouw. Hey, die is bekend. Let op, ik kom bij weer op World Championships. Zoiets. Oh! Zucht. Dag, Berlijn. Zucht. Net geld eruit besteed. It's gone! Ik hoor iets heel voorzichtigs. Zo betekent ook een Parijs. Ja, en gewoon even 2, 4, 6, 8 gooi je wel eventjes. Nee. Oh, bijna. Kun je niet kopen. Na. Chicago. My good old friend, Chicago. Zucht. Ja. Zucht. Hey, Parijs! Nog een stukje duurder. Als je daar opkomt, moet je echt wel alles al verkopen, zo ongeveer. Oh, dat ja. Jij komt niet op Venetië, dat kan bijna niet anders. Oh, dat is Berlijn. Nee. I am Deutsch, da-bi-di-da-bi-da. Hey! Oh god. Oh, die boeit me niet. God dang it! Ja, moet je gelijk een stuk betalen. 205k? Die ga je kopen, zeker. Of kun je die niet kopen? Jawel, maar ik doe het risico niet als ik Parijs zie. Hey! Last Island, ik ga even campen. Hey, wil je mijn kaart misschien hebben? Wat? Wil je mijn kaart hebben? Oh, die koop je dus wel. Ja. Nou, dit zit niet lekker. Inderdaad. Als de eerste keer Parijs komt, zou het veel aangenamer zijn. Kan ik begrijpen. Eh.
Maar ja, dan komt die keer op Shanghai. Wanneer ik alles verkocht heb. Ja, dat heb je soms, hè. Zucht. Volgens mij is dat de goedkoopste, toch? De duurste. Ja. Nee, ik geef je dit 420.000 niet. Hey. Oh god, die gooit heeft no Monopoly. Jongens, het is weer terug hoor. Mark heeft echt wel een stomweg geluk. Maar zo meteen komt hij op Parijs en dan zijn de rollen omgedraaid. Heb je de stap aan het dansen? Maar mijn bankrekening heb je dan aan het dansen. Dat is New York's time. Zo meteen weer even vierdobbelen, maak je mij happy. Dan moet je maar in je handen klappen. Dan. Kun je toch niet kopen. Inderdaad. Oeh, kans. La da 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 da. Kom bij even van Parijs. Man. 2,2 miljoen. Kost een paar centen. Maar dan heb je ook wat. Nou. Dit is weer jammer. Als ik nou even 3 dobbel. Dan ben ik ook hartstikke blij. Hoppa! Ja hoor. Wat is die van 2,2? Gaat het worden 4,4? 2,7. Die plaats is te gevaarlijk. Oké, never mind. God dang it. Je hebt ook... Je gaat naar Sydney. Nou, dat scheelt alweer enorm. Ja, als je nou even snel op Parijs komt, betaal je dus nog een flinke zak cent. Oeh, kans. Hey. Oh ja hoor, heeft hij die mazzel ook nog een keer. Ik weet al wat je gaat kopen. Nou, vertel. Dat ga ik nu nog niet vertellen, jongen. Ik ben dom. Oh, ik heb trouwens niks gezegd. Ik denk dat ik wat anders ging kopen. Dit kan een heel snel potje worden. Of je moet opeens toeval hebben om op Cyprus te komen. Ja, of je moet even op Parijs komen. Oeh. Net niet. Jammer. Hey. Oh god. Ik weet waar die naartoe gaat. Ja. Ja. Rip. Ik had er nog geen schijf van kans meer om te winnen. Ik moest dan alles verkopen, had ik nog 1 ton over of zo. Yay. Nou jongens, dit was een korte aflevering. Vergeet niet te abonneren en te liken. Tot de volgende keer. Doeg. Doeg.